Goedendag beste kijker en welkom bij Klaagmuur TV. Vandaag hebben we het over het doden van een voldragen baby. In het tijdschrift Journal of Medical Ethics propageerden de medische ethicus Alberto Giubilini uit de Universiteit van Milaan en de filosofe Francesca Minerva uit de Universiteit van Melbourne een heel nieuwe ideologie voor abortussen. Ze eisen het recht voor de ouders, voor het doden van de kinderen na de geboorte, in elk geval. Zij zeggen dat nieuwgeborenen met foetussen gelijk te stellen zijn en zouden zodoende voor de ontvangst van de persoonlijkheid geen morele aanspraak op leven hebben. Daar hebben we het meer, de salamitactiek. Eén vinger, hele hand. Het is de vraag of propagandisten die het publiek langzamerhand met zulke ideologieën vertrouwd maken, zelf morele aanspraak op het leven hebben. Indien u ook klachten hebt tegen de media, kunt u ons die steeds inzenden via www.klagemuur.tv. Dit was Klaagmuur TV, tot de volgende keer.